Jammer genoeg paste die. En dan heb je me. Zou je toch nog in willen wonen? Mijn basics. Mijn grootste miskoop. Nou, hoi. Ja. Dat was mijn closet. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? Toen ik antwoord gaf, schrok ik ervan. En ik denk dat het echt. Echt wel meer dan. Deze In de Kast Van is Marije Zuurveld te gast. Marije staat bekend om haar komische sketchvideo's, maar is onder andere ook te zien op Concentrated Velvet en nog heel veel andere YouTube kanalen. Daarbij is haar kledingstijl ook iconisch en moet je er zeker volgen op Instagram voor je dagelijkse fashion inspo. Oké, okay, it's on now. Yay! Hallo jongens, ik ben Lois en ik ben met... Marije! Yay! Yay! Zo lang geleden en ik vind het eigenlijk best wel heel erg leuk dat we weer eens naast elkaar zitten. We zien elkaar ongeveer één keer in de 2 maanden, denk ik. Meestal. Maar ik denk dat we 2 jaar geen video's hebben gemaakt. Hoi allemaal! Ik ben vandaag met Marije en we zijn in mooie Frankrijk. Dingen die iedereen doet in de vakantie. Yeah. En nummer 6. Spelletjes spelen. Wat je normaal thuis nooit doet, maar op de vakantie ineens wel. Jatzee. Ja, heb ik nog niet gedaan. Nee. Rijen, misschien moet je even insmeren. Zonne! Op strand! Natuurlijk! Ja! In deze video is Marije te gast en gaan we in de kast van Marije kijken. De eerste vraag is super makkelijk. Hoeveel ben je bezig met kleding in het dagelijks leven? Te veel. Nee, het valt wel mee. Ik denk dat als ik echt op beeld moet zijn, dan ga ik wel echt nadenken. Oké, wat heb ik al aangehad? Wat heb ik nog niet aangehad? Zit netjes? Of mag ik gewoon in mijn eigen Slonderfos streetstyle? Het is dan wel. Maar kijk, als ik een shoot heb of zo en ze doen daar de kleding, dan kom ik letterlijk met een natte, net gewassen haarknot op mijn hoofd zonder make-up en in een joggingbroek. Kom ik daar aan, denk ik, het boeit me niet. Hoe zou je stijl beschrijven? Echt mijn eigen stijl. Dat noem je, ja, de street style. Ik denk gewoon toch wel redelijk mannelijk. Ik heb mannen schoenen, voeten. Mannen voeten. Welke maat heb je? Ik heb maat 42,5. Vind het toch echt waar? 9 van de 10 schoenen in een vrouwenschoen, zeg maar, gaan tot en met 41. Wat dus betekent dat bijna al mijn schoenen officieel mannen schoenen zijn. En het is wel je stijl. Dus het is wel mijn stijl. Dus het past erbij. En ik denk dat als je naar alles kijkt, is het toch wel een beetje mannelijk stoer. Maar dan zit er toch altijd wel iets vrouwelijks in. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? Ik vind het zo confronterend, want ik was vorig weekend in Londen en we waren daar en er waren allemaal dus kunstleerlingen en die gingen allemaal interviews doen met mensen die daar liepen. Dus ik werd geïnterviewd. Vroegen ze ook van, hoeveel geef je uit? En ik heb daar nooit over nagedacht, maar toen ik antwoord gaf, schrok ik ervan. En ik denk dat het echt wel meer dan 1000 euro per maand is. Echt? Nou, als ik die schoenen koop, dan wel. Ja, true. Het is echt heel veel, maar ik moet ook zeggen dat ik echt ook heel veel wegdoe. Heel veel wegverkoop, weggeef. Ik krijg heel veel opgestuurd. Dus het gaat gewoon een soort van aan de lopende band door. En ik merk ook gewoon als ik kleding, bijvoorbeeld in video's en in andere dingen waar ik in voorbij kom, al heel vaak aan heb gehad, dan is het ook gewoon, dan is het uitgedragen. Ja, dan is het 9 van de 10 keer gooi ik nooit iets weg omdat het kapot is of vies of oud. Is het dan ook echt van, nou oké, 10 keer, nee, niet zo. Het is ook chill, want het hoort ook gewoon een soort van bij mijn baan, want al mijn Instagram foto's zijn ook allemaal met kleding. En dus het is eigenlijk ook weer een soort van onderdeel van mijn werk. Ik voel me er niet heel schuldig over, maar het zou iets minder mogen zijn. Als er echt iets uitkomt wat ik echt moet hebben, dan kijk ik vaak niet eens naar wat ik bijvoorbeeld de rest van de maand heb gekocht. Want als het dan uitkomt en ik kan het niet op een andere dag kopen, dan ben ik heel erg van, oké, dan moet ik het ook. Ja, precies. Mijn vraag was altijd van, krijg je gesponsorde kleding? Ik weet het antwoord is ja. Ja. Maar hoeveel krijg jij maandelijks dan? Is het verschillend of is het een beetje een soort van... Het verschilt heel erg. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. Het ligt heel erg aan wat er die maand ook uitkomt en welke merken daarvoor openstaan. 9 van de 10 keer is het niet betaald, dus dan zeggen ze gewoon van... Hé, we hebben een nieuwe collectie en vind je het leuk om iets uit te zoeken? En dan, dat is het eigenlijk. En dan hoef je niet verder iets voor terug te doen. Dus dan krijg je het letterlijk bijna gratis. En dan kan je altijd nog iets van een post doen of zo. Of een story. Ja. Dat vinden ze altijd wel erg leuk. En dat doe ik dan ook altijd. Het ligt er heel erg aan. Soms is de maand niet zo. En bijvoorbeeld vandaag komen er weer pakketjes binnen. Als ik kleding echt zelf koop, dan heb ik er vaak ook meer plezier van. En dan doe ik er ook langer mee. Ja. En bijvoorbeeld de kleding die ik opgestuurd krijg, zijn vaak kledingstukken die heel chill zijn om ook tijdens opnames. Ik heb bijvoorbeeld voor Challengers Cup vorig jaar, hadden we in totaal 4 draaidagen. En elke draaidag filmden we 10 afleveringen. Dat betekent dat je in totaal 40 afleveringen filmt. En ze willen dus ook dat jij 40 afleveringen
40 verschillende outfits dat aan. Dat is echt best wel veel eigenlijk. En dat is echt heel veel. En je kan het best wel een beetje afwisselen. En tuurlijk, ik had niet elke aflevering totaal iets anders aan. Is het toch wel handig om gewoon wat basics te hebben. En als dingen dus opgestuurd worden, dan is het heel chill als je gewoon allemaal basics hebt die je dan aan kan trekken. Maar vaak daarna draag ik het niet meer. En dan belanden ze dus weer in een doos of in een zak. En dan gaan ze weer naar United Wardrobe. Of naar jou. Of naar mijn nichtjes. Of naar het leger des Heils. Ja, welke gesponsorde merken, dus kleding die je krijgt, welke zijn je favoriet? Oh, vind ik heel moeilijk. Ik denk dat bijna bij elke influencer dat het standaard Lovies is. Ja, dus ik en dat is altijd wel heel erg chill. Ik heb ook wel eens samengewerkt met jongens die customized sneakers maken. En dat vind ik ook heel tof, omdat het gewoon, ik ben heel erg van de exclusieve sneakers en sneakers van dingen die niemand heeft. En dan vind ik het leuk om het aan te hebben en dan weet ik dat niemand het heeft. En dat vind ik gewoon heel vet. Moet ik even kijken. Je hebt op een gegeven moment kwam de Nike Off-White collab kwam uit en I love it. En toen heeft hij deze gemaakt en het is een customized Vans gewoon. En dan heeft hij helemaal een soort van het idee van de Off-White. Dit zag ik gisteren ook. Ja. In de winkel. Dat is van Off-White. Oh, en toen hier ook. Kocht ik de echte. Dit hoort gewoon bij... Ja, dat zit gewoon aan elk kledingstuk wat je bij Off-White koopt. Maar dat is gewoon een deel van mijn merk. Wat is jouw grootste miskoop? Grootste miskoop? Heb je er een? Moet wel. Ik zeg altijd op deze vraag het antwoord op Disruptors van Fila. Dat is een heel grappig verhaal, want ik weet echt 2 jaar geleden, toen ik net met mijn vriend had, toen waren die schoenen, die werden uitgekotst. Iedereen vond ze zo lelijk. Ik hoorde dat ook van iemand. En ze stonden op ASOS en ik dacht, wow, ik vind deze zo vet. Dus ik had ze gekocht. Iedereen vond ze lelijk. Ik had ze toen ook aan naar dat YouTube gathering, toen 2 jaar geleden. En iedereen zei ook van, wat de fuck zijn dit voor schoenen? Oh, echt lelijk. En ik dacht alleen maar, nou, ik vind ze vet en jullie lopen er niet op, dus ik vind het prima. En ik denk, 2 maanden later, zag je ze in alle schoenenwinkels, waar je maar kwam. En iedereen liep erop. En toen dacht ik echt, oké. Eerst gaan jullie me allemaal haten omdat ik de schoenen heb en opeens loopt iedereen erop. Ja. En toen dacht ik echt, fuck jullie allemaal. Oké, wat is je beste aankoop? Ik denk dat de schoenen die ik nu echt het meest draag, dat het deze zijn. Ik heb deze echt volgens mij 5 keer per week aan, van de 7. Omdat ze het leuk zijn, het lekker zitten of allebei? Allemaal. Ik vind ze leuk en kleurrijk, qua met dit en alles en de kleuren en ze zitten fucking lekker. Ik heb er zo geen Ja, dit is toen echt mijn pareltje geweest en dit was echt een leuk verhaal, want ik ging de stad in. Nee, dit was in Den Haag zitten Credo en dat is een soort van mannenwinkel waar ze allemaal merken verkopen en zo. Het is zeg maar de grap bij ons in onze vriendengroep is het altijd zo, als we naar de Credo gaan dan gaat het fout. Want ik ben heel erg van de spontane aankopen soms. Ja. Yeah. Die ik dan niet verwacht. Maar als altijd het zo'n duur item is, is het wel een heftige spontane aankoop. Ja, maar het is dus altijd zo dat als wij de Credo ingaan, dan wordt er altijd gezegd, oh daar gaan we weer. Of, oh dit gaat fout. Altijd zo. En ik denk, een van de eerste keren dat we naar de Credo gingen, toen zag ik deze, toen werd ik opslagverlies, toen trok ik hem aan. En toen, jammer genoeg, paste die. Oh. En dan heb je me. Dit is echt zeg maar de warmste trui die er bestaat. Hij is heel lang, dus hij valt echt over je kont. Je kan hem als een jurk aan. En hij zit gewoon heel chill. Hoe groot is dit? Het is een XS of een S. Oh, het is een S. Dit is een S. Ja, maar Off-White valt heel oversized. Dat is wel echt nice. Hoe duur was die? Daar gaan we het niet over hebben. Waar heb je het ooit verteld? Maar ik weet het niet meer. Als je dan 1 zo'n truitje koopt in een maand, ja, dan kom je snel bij 1000. Yeah, true. Ik ga minder in geld uitgeven aan kleren. Oh my god, dit is echt zo'n besefmoment. Wat is je favoriete kledingwinkel? Ik denk de Bijenkorf, want daar hebben ze alles. Want vaak heb je gewoon schoenen van een merk en dan kleding doet niet zoveel. Als ik dan echt een merk moet kiezen, denk ik dat ik het meeste van Adidas heb. Ook qua truien en zo. Vind ik heel chill. Ja, ik vind Yeezy's toch wel echt het allerlekkerste zitten van al mijn schoenen, denk ik. Wat is iets dat je hebt gekocht als soort experiment? Ik heb vaak genoeg jurken gepast en aangetrokken, vooral de laatste tijd. Nu heb je meer gelegenheden waar je dat ik heb echt de laatste tijd gewoon bijna wekelijks dat ik gewoon inderdaad een event heb waarbij ik gewoon black tie moet. Dat lijkt me dus echt heel leuk. En het is ook heel leuk, het is gewoon echt duur. Want als jij echt een mooie jurk wil, en dan bedoel ik niet een basic H&M'tje of een basic ASOS'tje, die gewoon betaalbaar is en leuk is. Betaal je gewoon veel voor een jurk. En het nadeel is dat je het 1 keer aantrekt waarschijnlijk. Als je bij die events komt, dan heb je pers, dan heb je foto's, dan wordt er gefilmd, je komt weet ik veel wat. Klinkt heel cliché, maar dan wil je eigenlijk niet de keer daarna hetzelfde weer aan. Dus eigenlijk moet je gewoon een PR-bureau hebben of een stylist die dat allemaal voor je regelt.
Heb ik niet. Dus dan ga je het zelf maar een soort van oplossen. Mijn first kiss première jurk heb ik gewoon nog hangen. Want ik heb zoiets van, dat is ook een goede herinnering. Ja, precies. En die kan ik misschien ooit nog een keertje aan. Nou, dus je hebt eigenlijk gewoon heel erg hard een PR-bureau nodig. Help mij! Ik heb echt twee jurken. Ik heb deze nog, die heb ik nog niet aangehad. Maar het is een blazer jurk. Oh, wauw, nice. Ja, hij heeft hier zeg maar een soort van afgezakte schouder wat hoort. Met zo'n bandje. Maar die heb ik dus nog niet aangehad. Dus misschien binnenkort, one day, die heb ik nog hangen alvast. Want vooral kort vind ik ook nooit zo heel erg chill. Ja, dus dat is wel out of the comfort zone, zeg maar. Wat zou je nog heel erg graag willen dragen naar een evenement? Oh, ik zeg altijd een Nicolette. En ook die van Geraldine Kemper dit jaar voor Televisier Gala. Zo'n gouden jurk. Oh, wauw. Yeah. Give me that! Dit is de laatste vraag. Mm-hmm. Wat is jouw ultieme fashion tip voor de kijker? Oh, dat is heel standaard, maar gewoon geen fucks geven. Ik heb heel lang zeg maar gewoon aangedaan wat ik dacht dat mensen leuk zouden vinden dat ik aan zou trekken. Daardoor kan je, ja, klinkt heel stom, maar je kan je creativiteit niet kwijt. En ik ben best wel de laatste tijd ook fan van zeg maar misfitting. Als in dat je eigenlijk dingen combineert die misschien niet bij elkaar passen. Dus bijvoorbeeld twee hele heftige prints of kleuren die misschien zelfs wel een beetje vloeken. Ja. En ik vind dat toch op een of andere manier stiekem wel heel erg leuk. En soms heb ik ook wel eens iets aan dat mijn vriend zegt, what the fuck is dit? Of dat mijn moeder zegt, ik snap niet waarom je dit draagt. Maar dan denk ik toch weer, ja, maar weet je, dat vind ik morgen leuk. Trek ik weer wat anders aan. Precies. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Nou, ik krijg echt dagelijks, als ik mijn Balenciaga's aan heb, krijg ik dagelijks gewoon echt mensen die zeggen, ik vind het zulke lelijke schoenen. En dan zeg ik, ik niet. Ja. Dat mag. Dat waren de vragen. Oké. Okay. Nu heb ik nog dilemma's. Oh god. Goud of zilver? Goud. Leer of bont? Bont. Wel nep. Zwart-wit of kleur? Kleur. Ja? Ja! Maar ik denk een paar jaar geleden dat jij zwart gezet. Een paar jaar geleden had ik zwart gezet, maar kijk nu naar mijn kast. Casual of chic? Casual. Tomboy of girly? Tomboy. Hakken of sneakers? Sneakers! Nee, hakken! Heb jij hakken? Ik heb er twee of zo. Shopaholic of casual cover? Een casual cover? Nee. Online of in de winkel? Oeh, vind ik moeilijk. Als ik kies voor kleding, denk ik shoppen. Als ik kies voor schoenen online. Jurk of broek? Broek. Jurk of rok? Jurk. Heb jij wel eens rokjes gedragen? Never. Dat was hem. Yay! Dat waren alle vragen en alle dilemma's. We hebben nog twee dingen eigenlijk om te gaan doen. En dat is dus de kast te gaan bekijken. En daarna ga ik een outfit voor Marije uitkiezen. En ik voor Nomi. My name is Anne. Yours. My name is Anne. Yours. Het is een best grote kast. Het is een IKEA-kast, ja. Ja, mensen vragen altijd waar mijn kast van is. Het is een pakskast en ik heb hem zelf in elkaar gezet en samengesteld bij de IKEA. Zo chill, want je kan helemaal, zeg maar, elk onderdeel kan je helemaal zelf bedenken of je dat wil of niet. En je kan het helemaal zo in elkaar zetten en veranderen. Goh, dit is meer accessoires en andere dingen, dus we beginnen wel hier. Trouwens, de hele bovenkant staat vol met schoenendozen. Hier bovenin zitten me gewoon mijn beddenspullen en daar zitten oude boeken in. Ja, hier heb ik wat crop tops, maar die draag ik nu niet meer voor de zomer. Maar dit zijn op zich, vind ik, ook wel dingetjes die je fancy met misschien een broek. Ja, ik heb die ook heel vaak aangehad met een glitterbroek of zo. Ja, precies. Wat is jouw eerste, oh my god, grote aankoop? Volgens mij heb ik die. Dat was hem, hè? Ja. Daar heb ik echt, denk ik wel, 5 maanden over nagedacht. Ja, want dat heb ik half nog meegekregen. En ik kon hem nergens vinden. En toen heb ik hem echt in Italië ergens besteld. Oh, echt? Ja. En nou, ik had het. I want it, I got it. En dat was mijn eerste echte dure aankoop. Het was een tas van 7. Oh ja. Ik heb ik draag verder geen rugzakken of zo. Dus ik heb altijd een tas bij me. Want dan hoef ik niet spullen in mijn zakken te doen. En ik heb altijd deze tas bij me of een ander klein tasje. Hier in La. Ook niet heel boeiend, maar er zit gewoon mijn make-up in. Mijn pillen en weet ik veel wat. Zijn die chill? Ja. Maar jij een lippenstift? Jij hebt nooit echt lippenstift op, hè? Nee, maar ik draag wel elke dag lipbalsem. Het was echt gewoon, want ik heb de laatste tijd. Dat zou je nooit op doen. Nee, maar ik ben echt dit. En ja. Ik ben heel erg van het, als het niet comfortabel zit, wil ik het niet. En ik vind lippenslift oprecht gewoon oncomfortabel. Dat ik echt zoiets heb van, zit het op mijn tanden? Ja. Zit het ergens anders op mijn hoofd waar ik niet hoort te zitten? Ik word daar gewoon mentaal gek van, dus dan doe ik het maar niet op, zeg maar. Ja. Ik had ook met First Kiss in mijn rol, moest ik altijd lippenslift op. Ik deed het dan voor de rol, maar anders had ik het nooit gedaan, want ik werd er gek van. Het is heel gek. Ik vond dat toen heel apart met die labella was, hè? Want toen had je ineens hele knallippen. Ik vind het wel heel mooi staan, maar het is gewoon... Ik ben het gewoon niet gewend. Nee. Een uitschuifspiegel. Oh my god. En aan de achterkant hangen kettingen. Cute. Wat ze willen. Ik heb ook meer van die kettingen. Waar haal je die vandaan? Asos. Oké, Asos dus. Dan gaan we even naar beneden door. Oh, ja. Ja, want ik vind dus broeken echt fucking leuk.
Ik ben, ik ben ervan overtuigd dat je met een coole broek een outfit leuk kan maken. Ik denk dat 9 van de 10 mensen een blauw spijkerbroek aan heeft op een zwarte broek. En that's it. Ik vind dat ook echt fucking leuk. Gewoon printjes en kleurtjes. En daarom zeg maar, zijn mijn broeken allemaal super hysterisch en kleurrijk en printvol. En ja, dit is dus echt zo'n gabbertjesbroek. Met pastelkleuren. En zo'n sportstof. Maar ik vind deze dus echt hilarisch. Ik vind het top. En hij zit echt heel lekker. Ik snap inderdaad het gabbertje wel eraan. Het is echt een gabbertjesbroek. Er zat ook een jasje bij. Hoe zou je die dan stylen? Nou, echt lekker gabbertje stylen? Nee. Ik zou er gewoon witte sneakers onder doen. En een witte crop top voor in de zomer of een witte trui voor in de winter. En zo simpel kan het zijn. Had jij deze ook nog een andere kleur? Had je die blauwe? Nee. Is het sowieso altijd nee, ik wil wel een blauwe. Nee, ik heb een groene en een gele. Mijn go-to broek is gewoon wat? Nee, ik bedoel, had je hem ook met die jas? Nee, die jas heb ik niet. Because the fucking jacket is always sold out. Die vind ik zo cool. Jongens. Je moet er wel lang voor zijn, want die heeft hem ook. Maar bij Quinn ligt die echt nog zo'n stuk op de grond. Oh ja, dat heb ik een foto gezien. En bij mij hangt die ook al op de grond. Ik moet hier echt hoge schoenen onder aan. Chill, eindelijk. Voor de tall people. Ja, dit is echt top. Ik had een ander idee voor een outfit voor jou, maar misschien doe ik wel deze broek. Want dan, ik heb het idee dat je hem heel graag aan wil. Okay. Niet zeggen! Oké! Okay. Dat waren de broeken. Now we go on to the next part. The bigger part, of niet? Ja, dit is echt kleding. Oh mijn god. Nou, hierboven hebben we weer dozen met spullen die ik heel weinig gebruik. Very interesting. Dit zijn eigenlijk al mijn truien en mijn vesten. En hier heb ik zeg maar dus mijn jurken en mijn gala dingetjes. Oh ja. Nou, dat zijn er dus letterlijk 4. Voor wat was dit ook alweer? Televisier. Het is een jurk van de Mango. Wacht. Bij ASOS besteld. Raad eens hoe duur die was? 50 euro? 30 euro. Echt? En ik had het aan het televisier gehad waar mensen echt in een jurk van 700 euro liepen. Okay. En ik zo... Nee, ik heb deze nog niet aangehad. Dit is ook een jurk van ASOS. Het is niet van ASOS zelf, maar ik heb hem daar wel besteld. Het is een beetje een roze jurk met allemaal kant. Ik vind hem dus iets te tuttig nog. Ja. Hij is hier iets te groot. Ik heb geen boobs. Dus dit vult niet. Dus ik ben nog aan het nadenken of ik er misschien iets mee kan inkorten of iets dat ik hem ooit nog een keer aan kan. Want voor ik vind wat wel... had je hem gehaald? Ja, dit was mijn tweede optie voor het televisiergala. Maar die witte was gewoon mooier en iets meer mijn ding. En deze was net iets te tuttig. En hij maakt me ook een beetje bleek. Dus ik hoop dat ik nog een keertje misschien een moment zou om aan te trekken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, haar stoerder dan. Ja, snap je? Dus ik moet er iets mee doen waardoor ik hem aan kan. Maar ik moet nog even bedenken wat dat kan zijn. Ja, dit is zeg maar een huistrui die Torst altijd draagt. Jongens. ASOS, jongens. Zou je toch in willen wonen? Heb jij zo'n pak? Ja. Is dit zo'n pak? Oh, is dit zo'n pak? Het is een overall. Oh my god. Ik heb deze ook aangehad naar een première. Ik vind het zo Elfies cool. Wereld had ik deze aan met een off-white ring eromheen. Ik vind het zo cool. En sneakers eronder. Ik heb echt zoveel sweaters. Sweaters zijn echt mijn addiction, zeg maar. Deze dan? Ik ben gewoon benieuwd, hoe ben je hier aangekomen? Torsten zag dit op Instagram voorbij komen op een foto. Super fancy. En toen heeft hij naar me gestuurd. En zei hij, dit moet je hebben. En toen zei ik, oh ja, dit vind ik wel vet. Nee, toen heb ik zelfs eerst gezegd dat ik hem lelijk vond. Omdat ik dacht dat hij meer zalmkleurig was. En zalmkleuren staan mij gewoon heel lelijk. Want daar word ik heel bleek van. Dus toen zei ik van, ja, ik vind het wel vet. Maar het staat me sowieso niet. En toen heb ik goed naar de kleur gekeken op de site. En toen bleek hij toch wel feller roze te zijn. En ik heb hem nog niet heel vaak aangehad. Je hebt hem niet aan, dus het is zonde van je geld. Je moet hem dicht doen. Maar dan zeg ik altijd, nee, want ik ga hem nog dragen. Ja. Ga hem nog dragen. Er komt een moment. Dit is heel vet, want hier zit dus... Ja, haal hem eens uit. Stap ook bij. This is a set. Oh my god. Ja, dit is een setje en het komt van The Ragged Priest. Cool. Dit is te koop op ASOS en het is echt een super vet merk. Ik hoor dat ASOS echt de place to be is. Ja, ik echt, I love ASOS. Ik heb de app dus verwijderd omdat ik te vaak bestelde. Dus ik heb... En dit is gewoon een lekkere trui en hij is krop. Zo los vind ik hem wel een beetje oranje. Deze heb ik gekregen bij Nickelodeon. Oh ja, oh my god. And I fucking love it. Wat fantastisch. Ik heb hem alleen thuis aan, want hij is zo kort dat als ik zeg maar zo doe, dan zie je mijn tieten. Oh ja, oh ja. Of mijn BH zeg maar, dus ik heb hem eigenlijk nooit aan. Buiten de deur. Oké, gaan we door naar de la dus? Ja, ik vond het een goed idee. Nou, leuk verhaal. Deze la kan dus bijna niet meer open en dicht. Dit is echt... Ik ga dit even close-up nemen voor jullie, want dit is echt één ramp. Kijk dit. Dit is toch niet oké? Oké, dan hier is mijn ondergoed. En dit is eigenlijk allemaal apparatuur. Camera spullen. Het script van First Kiss. Wat leuk. En dan helemaal onderin. Het ging bijna fout. Hierbij, toen ik deze kast ging kopen, dacht ik, oh my god, dit is leuk. Want dan heb je zo'n uitschuifrek en dan kan je je schoenen erop neerzetten. Yeah. En op een gegeven moment liep mijn schoenenverslaving uit de hand en toen paste het niet meer hier. Oh mijn god. Dus dit is een soort van de rotzooihoek. Oh my god. Dit is echt heel erg. Nou, hier ligt een random Gucci tas. Dit zijn heel veel schoenen. Heel veel. Ik heb echt al mijn nette schoenen hier, dus ik heb pakjes. Oh my god. En had je die bij die Turk? Ja. Ja.
En dit zijn mijn zwarte basic hakjes. In principe draag ik alle schoenen. Ja, zeg maar dat wat daar staat, waar we zo heen gaan, dat zijn mijn pareltjes. Die daar liggen, witte laarsjes. Ja. Heb je die ooit aangehad? Die wilde ik aandoen bij de oranje loper van The Kids' Choice Awards. Maar ik was daar en ik had mijn outfit aan. Dus ik had dat oranje pak aan en toen dacht ik... Je had er sneakers onder. Ja, ik had er witte sneakers onder. Omdat ik dacht, ik ben hier nu. Yeah. En ik had echt zoiets van, oké, ik kan nu voor die hakjes gaan. Maar ik kan ook denken, fuck it. En ik ga gewoon helemaal als mezelf op mijn sneakers. Dus dat is wat ik heb gedaan. Dus ik heb ze nog niet aangehad, maar het zijn wel toffe laarsjes. Laten we het even dicht schuiven en doen alsof het er niet is. Ik moet hem ook echt zo dicht duwen. Nou, dat was mijn closet. Nou, we gaan door naar het allerlaatste. Oh my god. My favorite. Her faves. De schoenen. Oké, we have shoes over here. Oh ja. Zijn dit dan ook echt de parels? Omdat ze Zeg maar, dit is een soort van mijn schoenenplekje. Dus ik heb hieronder een rek met dozen. En dan hierboven heb ik zeg maar twee planken. En ik heb hier soort van mijn twee pareltjes. Dat zijn dus die presto's. En de shoe everybody hates. Hoe moet je hiermee lopen? Ze zijn echt zwaar. Nou, ik had dus, leuk verhaal, de eerste dag dat ik ze aan had, had ik last van mijn bovenbenen. Omdat ze zijn best wel zwaar. Ja. En normaal heb je een schoen aan die gewoon een normaal gewicht heeft. Maar deze zijn echt zwaar. Dus ik had de eerste dag aan het einde had ik gewoon spierpijn in mijn bovenbenen. God. Omdat ik gewoon moest wennen aan het gewicht. Nou, dit zijn mijn andere faves. Nou, die draag ik dus het allermeest. Ja. Dat zijn je absolute faves. Mijn absolute faves. Die vind ik wel echt enorm. Ja. Ze zijn heel vet voor foto's. Kan je ook op lopen? Ja, ja, ja. Dit is letterlijk de zool. Ze zitten heel lekker, maar ze zijn ook best wel zwaar. Het is wel vet, maar ik vind het heel chill omdat ik best wel... Ik draag bijvoorbeeld nooit gewoon een skinny jeans met een gewone skinny top met een gewone skinny jas. Als je dan zulke klompen eronder gaat aantrekken, dan gaat het zeg maar uit proportie. Ja. Maar ik heb best wel vaak oversized dingen of hele grote jassen. En dan lijken die schoenen ook minder klein. En dit zijn alle Yeezys. Ja. Dit zijn de 350. Dit is de 500 en dit is 700. Zeg maar, wat het ding met deze schoenen is dat ze hier heel strak zijn. Wat heel lekker zit, want je hoeft ze niet te strikken. Je hoeft niks. Je een soort sok aan hebt. Ja, het zijn letterlijk sokken als schoenen. Alleen, ik heb best wel een hoge, dikke teen. Dus ik heb met deze schoenen dat het hier pijn gaat doen. Dus ik heb ze gewoon niet zo lang aan. Dit zijn de speciale The Snake Skins. En die heb ik toen ergens in Parijs gekocht. Nou ja, en verder heb ik hier nog gewoon twee basic fans. Deze zijn van Thorsten, maar die staan hier, want die heb ik laatst gestolen. Mensen vragen wat, waar heb je die schoenen gekocht? Die kan je niet meer kopen, sorry. Mijn basics, deze zijn altijd goed. Ik heb deze bij de outlet gekocht in Roermond. Echt voor 40 euro of zo. Ik denk dat dat hem was. Ik denk ook dat dat hem was. Dat was een aardige kijk in de kast. Oh nee, we moeten nog. Jongens, we moeten nog een outfit switch doen. Jee, we zijn nog niet klaar. Ik weet niet zeker of ik een goede outfit aan zou doen, maar je hebt zoveel dingen die ik nooit draag. Dat is heel moeilijk. Ik wil je gewoon heel graag in dat blouseje zien. Maar ik weet niet of die mooi staat. Ik vind het gewoon heel moeilijk met hoe je dat blouseje moet stylen. Het kan heel lelijk zijn, maar ik weet niet meer hoe het staat. Nee, dit is perfect. Dit is dezelfde kleur. Matched. Het matcht. Dan heb ik voor jou letterlijk een outfit die ik laatst zelf aan heb gehad. En dat is de bag. De bag. Oh, een accessory. Dan een basic witte trui. Chill. Because I always wear basic sweaters. Dan heb ik mijn daily paper jasje. En mijn IMG boek. Oeh, zwarte. Dus I always wear it. Oh, en mijn Yeezys, wacht. Jezus, ik krijg Yeezys aan. Of course deze. Of course. Kan niet anders. Ja, ik denk het. Nou jongens, dat was hem! Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik vond het heel leuk om even weer langs te komen. Ik vond het leuk om je te stylen en mijn kast te showen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Zeg eventjes welke outfit jullie het leukst vonden. En dan zie ik jullie snel weer. I like it. Doei!